Stand by. De vlag naar beneden, de start is gevallen voor de TAKKA Grote Prijs der Lage Landen. En die begint desastreus, zou je bijna zeggen, voor Goldigger. Die kan de draf er niet onder krijgen. En het is na de start aan de leiding vanuit het eerste band, Year of Transair. Nummer 2. Goldigger is uitgeschakeld, Year of Transair de leider. Ja, maar Year of Transair is een paard dat de leiding niet wil hebben. En wat een droomstart was er voor Nico Danens aan de binnenzijde met Ultra Force. Westerveld had een mindere start met Sandokan Eden. Maar ik denk dat als hij zo dadelijk eens gaat kijken of er wat te halen valt aan kop bij John de Leeuw, dat hij zo die kop over mag nemen. En dan wordt hij natuurlijk heel gevaarlijk. Jamira Limburgia ligt er prachtig bij, geldt ook voor Welmoed Landerijen. En kijk ook naar Unforgettable. Wat heeft die een start gehad met Langeweg Junior? Achter Unforgettable. Gettable vinden we dan terug het nummer 11 van Magnat Crown. En achter Magnat Crown is het nummer 8 Moulin de Mykonos. Dat zijn zo'n beetje de voorste paarden. Betekent dat alleen Goldigger dus op een grote achterste of uitgeschakeld is zelfs. En we daar het moment krijgen dat Sandokan Eden en Frank Westerveld de leiding overnemen in de TAKKA Grote Prijs der Lage Landen. Ja, Sandokan Eden in een naar het oog een gedrukt tempo. Met een kleine lengte voorsprong. Year of Transair op de tweede plaats. In derde positie dan Ultra Force. En achter Ultra Force hebben we op de vierde plaats Jamira Limburgia. Zo wordt dan de landscheidingsbocht gerond. Wat verder weg volgt Welmoed Landerijen. En daarachter is het dan Unforgettable. Die wordt gevolgd door Magnat Crown. En aan de binnenzijde van Magnat Crown hebben we daarachter dan de stalgenoot Mus de Javi. En de paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Deelnemers hebben zo dadelijk nog een volle ronde af te leggen. Maar vooralsnog is het Sandokan Eden die leidt. Sandokan Eden is de leider op de tweede plaats. Year of Transair. Derde is Ultra Force. Vierde Jamira Limburgia. Vijf is Welmoed Landerijen. In zesde positie zien we daarachter de nummer 9. Unforgettable. De zevende plaats is van Magnat Crown. De achtste plaats aan de buitenzijde van Mus de Javi. Negende is Moulin de Mykonos. Tiende op dit ogenblik is dan Zorba Olderson. En elfde aangesloten Lisbeth de Vignère in de laatste ronde. Langeweg Junior zit te wachten totdat iemand hem naar voren gaat brengen. En dat gaat nu ook gebeuren. Het is Rob de Vlieger die zich daarvoor leent met Welmoed Landerijen. En zo ronden de deelnemers de bocht. Gaan op weg naar de overzijde van de baan. En passeren daar de paal van de laatste 1000 meter in de TAKKA Grote Prijs der Lage Landen. Met aan kop van het veld Sandokan Eden. Op de tweede plaats Year of Transair. Krijgt een juweel van een koers. Daarachter dan Ultra Force. Achter Ultra Force is het dan Jamira Limburgia. Die gaat naar het tweede spoor. Achter deze paarden aan de binnenzijde Magnat Crown met verreweg in het veld dan Welmoed Landerijen. Die vanuit deze positie heel gevaarlijk zou kunnen zijn. Moulin de Mykonos volgt met verreweg in het veld dan Hugo Langeweg Junior. Die daar prachtig geplaatst ligt met Unforgettable if good enough. En daarachter dan de laatste paarden bij Lisbeth de Vignère. Nummer 10 galop en onregelmatig. Lisbeth, de binnenkant van de benen gaat. Lisbeth de Vignère is uit koers en de paarden zijn zo dadelijk halverwege de bocht. En nog altijd in afwachtende houding in midveld. Welmoed Landerijen. En daarachter dan Unforgettable. Langeweg Junior weet als die gebracht wordt, dan wordt die gebracht in de duindichtrechte lijn door een paard als Welmoed Landerijen. Laatste bocht is inmiddels gerond. En het is nog altijd Sandokan Eden die leidt. Kan Sandokan Eden dan het vuur uit de sloffen lopen bij de concurrentie? Dat is precies wat Frank Westerveld gaat proberen. Sandokan Eden is de leider. Heeft twee lengte voorsprong genomen. Ultra Force die heeft het moeilijk. Year of Transair die kan ook niet aanklampen. Daar komt Welmoed Landerijen. Nummer 6. Galoppade voor Jamira Limburgia. De paard in de laatste 150 meter. En het is nog altijd Sandokan Eden, maar wat komt daaraan? Komt daar Unforgettable? Daar komt aan Year of Transair, die komt en daar komt Unforgettable. Maar Sandokan Eden, die is binnen. Unforgettable tweede, close voor de derde plaats. Tussen Year of Transair en Welmoed Landerijen. Daarachter Magnat Crown, Ultra Force. Ik denk dat we kunnen gaan huldigen. De winnaars Sandokan Eden, Frank Westerveld. Ja, dan kunnen we overgaan, dames en heren, tot een grootse feestelijke huldiging hier op de Rem aan Duinlicht. De winnaars van de TAKKA Grote Prijs der Lage Landen zijn bekend. En het is een Nederlandse overwinning voor Sandokan Eden, de 5-jarige bruine ruin van Ganymede uit Incredible Regina. Fokker, eigenaar, hoe mooi kan het zijn voor Jan van Marion en ook voor Frank Westerveld. De mooiste overwinning uit zijn carrière. En we gaan ons opmaken voor het volkslied, dames en heren. En ik vraag uw aandacht voor het Nederlandse volkslied, oftewel het Wilhelmus. En daar staat hij, dames en heren. Is het een beer van een paard of niet? De geweldige Sandokan Eden voor de stal van Frank Westerveld. En we gaan over met de delegatie van TAKKA om hem de krans om te hangen. Prachtige zierdeken van TAKKA. Prachtige krans natuurlijk voor Frank Westerveld. Diverse ereprijzen beschikbaar gesteld door de Stichting Nederlandse Draf en Rensport. Waarvoor onze dank. Maar, above all, we like to thank TAKKA. Voor de supporting of de TAKKA Grote Prijs der Lage Landen.
Frank, heel kort, ja, ik wil toch even een reactie van je, want dit is natuurlijk het moment van je leven. Ongekende klasse, nooit gedacht, wel dat het paard het zou kunnen. En ik win zonder te rijden. Je wint zonder te rijden, dat smaakt. Jullie zijn een superteam, dames en heren. Ik heb hier de grote winnaar van de TACA, Grote Prijs der Lage Landen, en die gaat voorrijden. Ik vraag een extra groot applaus voor een fantastisch paard. Een paard dat zich ontwikkeld heeft als geen ander van 3 naar 5-jarige toe. En zo jong al winst in de TACA, Grote Prijs der Lage Landen. Een unieke prestatie. En dan is nu echt het moment daar, dames en heren, dat u in de handen kunt voor Frank Westerveld, winnaars van de TACA, Grote Prijs der Lage Landen 2011 op Emirates Day hier op de Renbaan Duinlicht. Komt daar Unforgettable, daar komt aan, hier of Trans Air, die komt er, daar komt Unforgettable. Maar Sandro Canine, die is binnen.